Dit is Flevoland, zomeracademie. Je kunt het met recht een levenswerk noemen. Het Almaarse Rijk Mythe en Zagen uit Flevoland. Een boekwerk met 65 zagen en mythen van de hand van de twee jaar geleden overleden Gerard Beenze en zijn vrouw en kunstenares Annette Sieger. Ja, het manuscript ligt op de plank te wachten om uitgegeven te worden. Maar we gaan praten over dit bijzondere werk met Annette Sieger, hier bij ons in de studio. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ja, levenswerk, hè? Dat, 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 dat woord viel even. Zou u dat ook zo, uh, zo omschrijven? Ja, het is uh, inderdaad een uh, levenswerk. We hebben er zeker 15 jaar aan gewerkt. Maar Gerard heeft ook de afgelopen 20 jaar. Heeft hij onnoemelijk veel gedichten geschreven. Die dus niks met de mythe en zagen te maken hebben. Hij was da dag en nacht met woorden bezig. Allemaal uh, gedichten aan het. Uh, Componeren. En uh, zat ook bij de Dijkdichters. Dat is een groep dichters die hij uh, opgericht heeft. een paar jaar geleden. En ja, bij die Dijkdichters zitten allemaal dichters hier uit Lelystad en omgeving. Ja, want laten we het even over de rolverdeling hebben. Uh, Gerard, ooit nog stadsdichter van Lelystad. Ja. Uh, schreef de verhalen. Uh, u maakte dan de prenten, de schilderijen en de tekeningen. Ja. Uh, even over die verhalen. Wat zijn dat voor verhalen? Nou, Gerard die heeft dus bedacht dat uh, Flevoland geschiedenis moest hebben. En uh, ja, net zoals bij de Grieken, de Romeinen en de Germanen, de Kelten en noem maar op. kregen we dus in Flevoland ook een. Ja, op een gegeven moment uh, kwamen de goden tevoorschijn. uit de mond van Bikker Big Ben. De god Almare was de eerste. En er volgden er nog meer. En ja, al die goden en Godinnen en wat er nog meer in Mythe en Zagen aan mythische figuren mag bestaan, die hebben hun leven zien beschrijven, beschreven worden in, in de Mythe en Zagen. Met uh, Flevo Bataves als dichter, met Pozeral als dichter. Pozeral is een dichter die dus in dat volk van Flevoland toen leefde. En Flevo Bataves heeft het eigenlijk opgeschreven. Ja, dus het is, het is eigenlijk een overlevering wat Gerard heeft gemaakt. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Nou, maar hoe bedacht hij dat? Ik bedoel, nou, verzon hij dat allemaal uit, uh, uit de losse pols? Ja. Ik, ik weet nog, toen hij ermee begon, toen waren wij in Zuid-Frankrijk aan het kamperen. En daar kon je dus uh, vrij in je blootje rondlopen. En hij nam alleen maar pen en papier mee... En uh, hij verdween ergens zo in de bergen. En dan kwam hij terug met een papiertje en me volgekrabbeld. En zegt hij zegt: Ik heb een idee. En hij heeft een verhaaltje geschreven. En we hebben samen over dat verhaaltje ge gepraat. En bedacht: van, Oh, daar wil ik wel tekeningen bij maken. En van het een kwam het ander. En toen dacht hij: Bij twee of drie verhaaltjes, weet je wat, ik moet het anders aanpakken. Ik ga, ik ga een godenwereld voor, Lely, voor Lelystad, Lelystieden. <laughs> en uh, compleet Flevoland is erin vertegenwoordigd. Uh, alle, st alle steden, de dorpen komen voor in die verhalen met een iets andere naam. Dronten heet Drontene bijvoorbeeld. Ja, is, want dat heeft toch ook wel een beetje met mythe en zagen. Er is dus altijd een heel spannend element zit er in die verhalen. Is dat hier ook? Ja, in elk hoofdstuk uh, wordt dus een, een onderwerp besproken wat mensen bezighoudt. Want die goden en die, die, ja, die, die hebben dus te maken met mensen die in Flevoland wonen. En het zijn verschillende volkeren die rondtrekken en ja, ergens gaan zitten, wonen, uh, bij een leuk watertje stichten ze een dorp en dan gaan ze vissen. Nou, dan komt er een ander volk en die zegt van wacht even, wij waren hier eerst. Uh, laten we dat even door de goden laten beslissen. En dan gaat hij dat verhaal vertellen. En tussendoor gaan uh, de goden ook ontmoetingen hebben met Germaanse goden, Griekse goden. Met de Griekse goden worden de spelen georganiseerd. Uh, gaan ze met een opgeblazen, iets balachtig, gaan ze een wedstrijdje houden... En hardlopen. Dus die worden een beetje gerefereerd ja, aan de dat, Olympische Spelen. Het is dus een hele uitgebreide wereld die neer is gezet. Um, dat, dat, ja, en da, daar heeft u dan ook nog tekeningen bij gemaakt en prenten. Hoe heeft u dat aangepakt? Uh, bij elk hoofdstuk. Elk hoofdstuk bestaat uit uh, drie of vier, soms tien pagina's. Uh, heeft zijn eigen kleur qua achtergrond, papier en Compleet gedecoreerd langs de rand. En daartussen in kleinere prentjes en in het midden een grote print. En oorspronkelijk, toen ik nog les gaf van de Vrije Academie. leek het mij leuk om dus met de cursisten. wat hoofdstukken door cursisten te laten doen. Maar um, ja, alleen het lezen van zo'n hoofdstuk. was voor de cursisten al heel moeilijk om daar een passende. Illustratie bij te vinden. Want ja, je moet toch wel qua illustratie toch wel goed snappen hoe je illustreert. Het is niet zomaar maken er een tekeningetje bij. Er is wel heel veel leuks bijgetekend, maar op de een of andere manier is het toch allemaal een beetje weer weggezakt en men had er niet zoveel zin meer in. En ja, eh, Gerard, was, dat, was en ik... dat voor jou makkelijker, omdat je Gerard natuurlijk van zo nabij kende? Nou ja, nee. We, we, hebben, we hebben in ieder geval besloten dat we het niet meer door anderen laten doen. En toen heb ik voorgesteld: laat mij het maar doen. En dan ga ik zo divers mogelijk. Allerlei disciplines: uh, aquarellen, tekeningen, digitale prenten, uh, etsen, uh, lino's. En dan allemaal verschillende. Ja, niet één stijl door het hele boek. Alles verschillend. Het moet blijven boeien. Niet zo, want 65 hoofdstukken. Hoeveel bladzijden zijn dat? Het is een paar duizend. Maar het is, uh, nou, ik zie steeds die op de achtergrond hier wat verschijnen. Denk ik, ja, dat was wel heel leuk om te doen. Ja, Laten we, want Gerard overleed twee jaar geleden. Um, nog voordat het werk helemaal uitgebracht is. Is dat eigenlijk helemaal af? Nou, het schrijven is helemaal af. Maar ik vrees dat ik qua illustratie nooit klaar ben daarmee. Hè? Ik heb de allerlaatste hoofdstukken. heb ik maar sumir wat schetsen die ik nog uit moet werken. Omdat ik dat niet zo boeiend vond om te illustreren. Er wordt vooral uitgelegd hoe macht werkt. Welke mensen. Ja, verschillende invalshoeken van hoe je macht moet uitleggen. En dat zo'n godenwereld eigenlijk flauwekul is. Uiteindelijk vertrekken al die goden wel hoor. Maar ja, toen was mijn fantasie eigenlijk een beetje opgegaan. Maar, maar wat er is, dat kunnen we al wel bekijken, toch? Ondanks dat het boek nog niet is verschenen. Oh ja, ja. er zijn, niet alles is te zien natuurlijk. Want wel een beetje wat achter de hand houden. Maar um, ik heb uh, via Facebook heb ik dus een link gemaakt naar mijn website. En ik heb zelf even gekeken. Maar er zijn een paar dingen een beetje veranderd tegenwoordig. Dus ik moet het allemaal weer eventjes rechttrekken. Maar op mijn eigen website, annettezieger.nl, alles aan elkaar vast, heb ik dus een... Uh, afdeling illustraties en daar zitten wel een paar uh... ja mooie exemplaren tussen. Ja. Um, bent u wel op zoek naar een uitgever, want het is zonde dat het op de plank blijft liggen. Ja, de uitgever waarbij het dus oorspronkelijk uh, ja veel enthousiasme en, en en ja ja die is ook overleden. Die had uh, leukemie, En dat duurde ook niet zo lang. Maar zijn uh, erfgenamen. Die zijn wel doorgegaan met de uitgeverij, maar toch in een andere richting. Ja, dus eigenlijk bent u op zoek naar een uitgever of iemand die daarbij. Even een setje kan geven? Dat zal wel. Uh, ja, daar ben ik inderdaad naar nou op zoek. Ja, nou wie weet zit er nu wel iemand te luisteren en denkt, hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Die kan zich hierbij Om Flevoland melden of even naar uw site gaan en een berichtje achterlaten, denk ja. ik. Ja, ja um, nou laten we hopen dat we uh, misschien binnen afzienbare tijd uh, ja, die prachtige prenten en die verhalen zelf allemaal kunnen ja. bekijken en lezen. Annette Sieger, heel erg bedankt voor de komst naar het studio. Graag en, en we wachten het af, want we zijn ontzettend benieuwd naar het allemaal. Dit is Flevoland, Zomeracademie. Ja, de zomer is het moment voor veel mensen om weer eens lekker in een boek te duiken. In de vakantie wordt dan vaak gekozen voor een spannende roman of een thriller. Maar ja, hoe werkt dat nou eigenlijk met die spannende boeken in een markt waar de concurrentie toch, nou ja, ik kan we wel zeggen moordend is om maar in termen te blijven. Ilse Ruiters uit Almere is zelf thriller auteur en haar meest recente boek is de thriller Minnaar, Ilse, goedemiddag en welkom bij ons in de studio. De wereld van het spannende boek, daar gaan we het nu over hebben. Is die concurrentie nou echt zo moordend of lijkt dat alleen maar zo? Nou, um, er zijn gewoon heel veel thriller-auteurs in Nederland. Te veel? N nou, weet ik niet. We hebben er denk ik een stuk of 200. Oh, dat en, zijn er wel meer dan ik dacht. Uh, nee, met 200 thriller-auteurs bedoel ik... Auteurs die gewoon bij een grote gerenommeerde uitgeverij zitten... en die hun boeken in de winkel weten te krijgen. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel zelfpubbers. Dus het, het aantal is nog groter. Um, als je kijkt naar wat in de winkel ligt... liggen er ongeveer vijf keer zoveel buitenlandse thrillers... in de winkel als Nederlandse thrillers. Uh, we hebben wel een groot marktaandeel ervan. Uh, rond, rond de 20 procent, misschien ietsje meer. Dus de Nederlandse thriller doet het wel goed. Maar... Uh, Nee, ja, het, het is gewoon echt ja, de sport, zou ik haast zeggen, om in de boekhandel te komen liggen. Ja, want we kennen wel, weet je, Saskia Noord, Marion Pauw, Susanne Vermeer, hoef je bijna niet eens meer te zeggen wat voor boeken ze schrijven, want iedereen weet dat zijn thriller -auteurs. dat zijn thriller-auteurs. Dat zijn dus, maar dat is het topje van het ijsberg, dus eigenlijk. Maar hoe makkelijk is het eigenlijk om in die wereld door te breken? Je, je hebt daar nou, best wel lang voor moeten werken, volgens mij. Ja, maar. nou ja, je, je kunt het zien als een ijsberg. Hè? Dat topje, dat kennen we allemaal wel, de bekende namen. En vervolgens komt er een hele, hoop, uh, een hele hoop boeken die echt best wel goed zijn. En waarvan mensen zeggen, nou ja, ik koop er twee boeken in het jaar. Ik koop altijd Suzanne Vermeer en uh, Esther Verhoef. Ja. En dat is gewoon heel erg zonde. En hoe kom je... jij dan in die piramide steeds een trapje hoger? Want het is je inmiddels heel... gelukt om wel, nou ja, nog niet helemaal, misschien naar de top... maar ja. wel halverwege minimaal uh, te zijn doorgedrongen. Hoe heb gewoon... je dat nou gedaan? Door gewoon heel goed te zijn, val je dan genoeg op? Uh, uh, goede boeken schrijven, goede uitgever hebben... met een goede marketingmachine erachter. Uh, toch zoveel mogelijk zelf ook media-aandacht uh, proberen te krijgen. Want ja, hoe beter je in de picture bent, hoe meer mensen je boeken Uiteraad. kopen. En dat, dat, dat heeft ook weer te maken met die plek in de boekhandel. Mensen nemen het boek dat in die boekhandel ligt. En de levensduur van een boek in de boekhandel is gewoon niet zo lang. Dus je moet zelf maar telkens proberen er, eruit te komen. Ja, hoe, uh, hoe vaak ga jij nog naar de boekwinkel om jouw stapeltje net ergens anders <laughs> neer te leggen? Of ergens anders, ja. uh, het, het, eigenlijk niet heel vaak moet ik zeggen. Kijk, in, net als je boek net is uitgekomen, dan lig je er. Maar uh, bijvoorbeeld bij mij heeft de Primer nog nooit mijn boek ingekocht en de ACO ook niet. Ja, dat is gewoon best wel dat is wel een groot publiek ook ja. ja. Want dat zijn de mensen op bijvoorbeeld de stations die zeggen oké, okay, daar neem ik een boek mee. Dus uh, ja, en vertellen ze dan ook waarom ze dat niet doen? Krijg je daar een, een nou ja, goede argumentatie voor van nou, we willen jouw boek niet in de boekhandel want, want en dan komt er een goede reden. Ik hoop nog niet genoeg bijvoorbeeld. Oh dus je moet al ja. volume hebben terwijl Precies. je volume eigenlijk bij ja. die boekhandels moet uh, creëren. Ja. Ja. Nou ja, ik had bij de Bruna mijn mijn debuut is toevallig gelezen door een van de inkopers van de Bruna. Die was lijend enthousiast. En ik stond meteen in die tipkolom kolom van de Bruna. Dus dan ga je lopen en dan ben je ook binnen. Maar, uh, nou ja, het ACO... Weet je, het aanbod is gewoon zo groot. Dus als je zegt moordende concurrentie, dan... Uh... Het is echt wel vechten voor je plek. Ja, dus, maar dan uh, voornamelijk ook met buitenlandse auteurs. Uh, want uh, ja, uh, wij geven hier ook wel eens boeken weg uh, voor, uh, voor, uh, als prijs. Hm. Het zijn heel vaak van die Scandinavische krimiboeken. Ja, dat, Nederland... daar zijn we helemaal dol op. Le Nederlands leest dat heel graag natuurlijk. En dat komt ook omdat bijvoorbeeld de Scandi-triller een heel duidelijke signatuur heeft. Het maakt niet uit welke Scandinavische schrijver je, je openslaat, je weet een beetje. En dit soort sfeer krijg ik. En bij Nederlandse thriller. Ja, we zijn alle allemaal heel op. verschillende boeken. Ja. Dus je weet niet zo goed wat je krijgt als je weet ik het, Eva Nagelkerken openslaat of uh, Charles Dentex... die echt heel verschillende boeken schrijven, allebei Nederlandse thriller. Heb je dan niet ook de neiging om misschien toch een klein beetje over te nemen... wat die Scandinavische schrijvers allemaal doen? Dat je diezelfde sfeersbeschrijvingen gebruikt enzovoorts... om dan de Nederlandse lezer toch maar een beetje naar je toe te trekken? Ja, dat zou misschien commercieel heel handig zijn. Ja, <laughs> ja nee, weet je, je zit maanden met zo'n boek. Dus je moet het gewoon leuk houden voor jezelf, denk ik... en schrijven waar je zelf blij van wordt... Absoluut. Want ja, om nou maanden met iets bezig te zijn, omdat je denkt dat het misschien gaat verkopen, ik ja. weet niet of je daar het gelukkigste mens van wordt. Ja, wat, wat maakt nou het genre van het spannende boek voor jou zo mooi? Ik hou heel erg van de plot, om na te denken van oh, nou, we, we beginnen hier, we eindigen daar, en dan komen er allemaal ontwikkelingen en het is een, een puzzel die je maakt.